Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag mijn tweede vlog opnemen. Best spannend, want de eerste vlog, ja, die vond ik natuurlijk niet helemaal je van het. Maar goed, we blijven gewoon oefenen. Vandaag heb ik op de planning dat de personal training komt om 11:30. Ik ga zo even een broodje eten. En ik ga nog lekker met deze kleine deugniet spelen. En voor de rest natuurlijk ook gewoon even hier en daar werken. Mijn moeder is ook jarig vandaag, dus we gaan ook vanavond lekker uit eten in Ede. Waar precies heen weet ik nog niet. Dat is voor ons ook een verrassing. En ja, ik neem jullie gewoon weer even mee vandaag. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Zo, ik ga even een broodje smeren. Bram was heel trots. Hij heeft namelijk 1 keer de boodschappen gedaan. Heel bijzonder. En hier heeft hij speciaal voor mij het Joma gevuld eitje salade meegenomen. In plaats van dat hij ook even kipfilet en dat soort dingetjes, want ik probeer gezond te doen te halen, heeft hij het gevulde eitje gehaald. Dus hartstikke fijn. En... zit! Goed zo! Goed zo! Wat doet hij nou? Hé, hey, weer een stukje brood. Doe maar. Lekker smikkelen. Nee? Het aan Milo geven. Wat lief. Ik wil niet liggen, ik wil niet staan. Wat wil je dan? Hè? Heb je die hekkenpik? Woehoe. Aijing. Aijing. Noei. Nou, het is nu 10:30. Morgen heeft tijd voor Noé om een flesje te drinken. En hopelijk nog heel eventjes te slapen, hè? Ja! En er kan er eentje niet wachten. Je moet nog heel even wachten. We zijn bijna boven. Ja. Even wachten nog. Nou, Noé die slaapt, dus ik kan eventjes rustig de was doen. Niet mijn favoriete bezigheid, maar ach, hè, dan is het maar weer gebeurd. Zo, de training zit er weer op. Ik ben dood en doodmoe. Ze heeft me echt goed afgemat, maar het was wel echt pittig, maar leuk. En zoals je ziet, mijn rode kop spreekt boekdelen. Ik ben me dus klaar aan het maken om zo weg te gaan naar Ede. Daar wonen mijn ouders nog steeds. Daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan. En we gaan dus uit eten. En ik ben er inmiddels wel achter wat we gaan eten. We gaan naar Tap Asia. Dat schijnt een sushi wokachtig iets te zijn. Ik ben benieuwd. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus we zullen het zo meteen wel zien. Maar ja, ik ben niet heel erg in de mood om heel veel make-up op te doen. Dus ik ga gewoon lekker simpel een beetje mascara opdoen. Klein beetje concealer onder die dikke vette wallen. Ik slaap al een paar nachten gewoon echt mega slecht. Dat ik ook gewoon niet in slaap kan vallen. Vannacht ook. Ben ik nog om, 1 uur of zo naar beneden gegaan. Veel drinken en dan in de hoop dat ik weer een beetje rustig word en dan weer in slaap kan vallen. Maar ja, nou, niet echt tot nu toe. Maar ja. Ik gebruik overigens de mascara van Lancôme. Ik gebruik de Lancôme Sales Booster XL. Die heb ik gewoon echt nodig. En de Lancôme Hypnose. Dag liefie. Hoi
heb je dat lekker een half uurtje geslapen? Nou, wij zijn aangekomen bij het lokale tuincentrum. Dan ga ik even mama een cadeautje halen voor de verjaardag. Dus, zie jullie zo. Nou, daar was ik weer. Ik heb net een hele leuke cadeaubon gehaald voor mijn moeder. En ook dit hele schattige wenskaarsje. Er zit dan een leuk kaarsje in. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar het is gewoon zo schattig. En deze kleine dame, die heeft besloten dat ze de cadeaukaart wil vasthouden en niet meer los wil laten. Mooi, hè? Is die mooi? Die is voor oma, hè? Ik ben inmiddels weer thuis aangekomen. We hebben heerlijk sushi gegeten en de verjaardag van mijn moeder gevierd. En ik ben ook echt wel dood op nu. Ik merk wel dat die training van vanmiddag toch wel een beetje heftig was. Dus ik duik lekker mijn bed in en ik sluit deze vlog af voor vandaag. En ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden om te kijken als dat ik het vond om te filmen. If zo, duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer!